En zo zie je maar een prachtige foto met Obama, Berlusconi en Medvedev. En dat zijn de toneelstukken die we nodig hebben. Dat zijn de vitamines voor de markt en die werken beter dan welke renteverlaging dan ook. En de G20 vestigt alle hoop op IMF. We zagen ook Balkenende was van de partij en Barroso. Kortom, het dorp is compleet en er wordt wat meer emotie en er wordt wat meer gelachen. Ik denk dat het goed is voor de markt. De goed nieuws, houwers stuwt de markten, stond er in het Financieel Dagblad. En we gaan straks met Jaap van Duin praten. Goedemorgen Jaap. Over de financiële markt en over de economie. Hij heeft inmiddels in zijn grondstoffenportefeuille vanaf 1 januari alweer 30% geplust. En bij de emerging markets 15%. En ja, het is jammer voor alle Kees de Kortes en Willem Middelkopen van deze wereld. Maar wij zien herstel. En ik zou zeggen, heren, kijk eens in de spiegel of kijk eens naar dit programma.